alle landen in heel Europa hebben een evenement, een World in a Park, een skateboardwedstrijd gehad. En dit is in principe de finale. Dus in elk land hebben 4 mensen gewonnen, onder de 16 en boven de 16. En al die mensen zijn hier naartoe gekomen. En ja, dit is de finale vandaag ervan. Waar strijden deze jongens om? Reizen naar Amerika. En daar komt nog een wedstrijd en ja, daar gaat het weer verder. Dat is de grote finale eigenlijk? Ja, precies. Een paar favorieten ertussen zitten van wie je denkt van die maken wel een goede kans? Ja, het zit er meerdere tussen. We hebben net onder de 16 hebben we net gehad. Ja, en er zaten een paar van de jochies tussen die heel erg goed waren. Maar het is moeilijk te zeggen. Ik ben zo meteen benieuwd wat er boven de 16 wat er allemaal rondrijdt. Maar er rijden al een paar goede tussen. Waar kunnen we weer een dergelijk event verwachten? Dat is een goeie, want de finale is in Amerika, maar wanneer die precies is, weet ik eigenlijk niet. En volgend jaar in ieder geval weer. Dat, begin september begint het weer. Dan hebben we weer het beginevenement in Eindhoven. En dan komt de finale weer in Amsterdam.